Het systeem van doorstromen lijkt binnen de gemeenschap nog altijd een probleem en moeilijk begrijpbaar te zijn. Doorstroming geldt alleen voor leerjaar 1 tot en met 10. Dit benadrukte minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur donderdag tijdens een persconferentie. Het doorstroomprincipe moet kinderen de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Ory zegt dat dit systeem niet gezien moet worden als gratis overgaan. Hij erkent dat er binnen dit onderwijssysteem enkele uitdagingen zijn. Ik heb allerlei interessante verhalen gehoord. Dat kinderen lege blaadjes inleveren. Om te zeggen, ik ga toch over, waarom zou ik mijn best doen? Ja, we zoeken nog steeds naar die studenten volgens mij. Althans, ik hoor dat steeds. Of het een verzinsel is, maar er schijnt een hardnekkige... op social media een video'tje zijn dat iemand dus een lege blaadje inlevert en dat soort dingen. Daarna hoor ik mensen kunnen dus hun naam schrijven en dan worden ze doorgestroomd. Dramatische verhalen, maar nogmaals, als je onderzoek doet zie je dat het meevalt, maar elk individueel geval wat zo dubieus over kan zullen moeten bekijken. Dat er weerstand is, ervaren we. De kerngedachte van het drempeloos doorstromen, dat wil zeggen, je blijft niet meer zitten, zou je zeggen, zo vertaal je dat, is dat kinderen niet laten blijven zitten of achterop enkel vak. Kinderen die excelleren, dus je best doen de ruimte te bieden om sneller door het systeem te gaan. Ory zei verder dat Suriname binnen het onderwijssysteem niet alleen gebonden is aan de internationale spelregels van de UNESCO, maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat wil volgens de bewindsman zeggen dat binnen het onderwijs mensen niet achtergesteld mogen worden. En wij hebben dus met deze manier van denken alvast gewezen aan die grote wereld dat wij onze verantwoordelijkheid leren nemen op dit gebied. En het is tof. We moeten het uitleggen. Daarom heeft het ministerie gezegd, werkdefinitie, doorstromen is dus een flexibele overgang naar een volgend hoger leerjaar of een volgend onderwijs via de weg die zich richt op de behoeften van de individuele leerlingen binnen de school. Wat is nieuw? Wanneer we constateren dat kinderen op een gegeven moment achterlopen of het taal of rekenen of adreskunde is, proberen wij extra aandacht te besteden aan die achterstanden. Minister Ory benadrukt dat kinderen die bepaalde vakken moeilijk kunnen volgen, extra lessen zullen krijgen. Hierdoor kunnen ze binnen een jaar een soort van herkansing krijgen om te tonen dat ze degelijk de leerstof beheersen.